Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie over trends in open en digitale leermaterialen. Ik ga vandaag in gesprek met drie sprekers die allemaal een heel verschillend perspectief op dit onderwerp vertegenwoordigen. Mijn naam is Kirsten Velo en ik werk bij SURF. Peter Becker is docent bij de Haagse Hogeschool. Hilde van Wijngaarden is directeur bij de bibliotheek van de VU. En vanuit huis is Vincent de Boer aanwezig, onderwijsadviseur bij de RUG. Ons vertrekpunt van dit gesprek is een toekomstvisie die we hebben ontwikkeld binnen de versnellingszone naar digitale open leermaterialen. En ik heb Robert Schuber gevraagd, aanvoerder van deze zone en lector OER bij Fontys Hogeschool, om deze toekomstvisie toe te lichten in een video. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Maar voordat we dat doen, wil ik u uitnodigen om in te loggen op de Mentimeter, www.menti.com. En de code 1809888 te kiezen. 1809888. En daar alvast aanwezig te zijn. Want na de toekomstvisie wil ik u vragen om te reageren op wat stellingen. In de chat is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Robert Schuur en Lieke Rensink, een collega van mij van SURF, zijn daarom bezig om vragen te beantwoorden of aan ons voor te leggen tijdens het gesprek. Dan gaan we nu over naar de video van Robert. In 2025 zouden docenten en studenten met zo min mogelijk drempels hun optimale mix van leermaterialen moeten kunnen samenstellen en gebruiken. En die mix van leermaterialen omvat dan zowel digitale als niet-digitale leermaterialen, open, semi-open en gesloten commerciële materialen. Om dit te bereiken zullen instellingen allereerst een visie op leermaterialen moeten ontwikkelen, afgeleid van de visie op onderwijs, want uiteraard zijn leermaterialen volgend op de onderwijsvisie. En die visie zal ook geïmplementeerd moeten worden zodanig dat de docenten zich daaraan ook kunnen voegen en dat het hun ook handvatten geeft bij het ontwerpen van het onderwijs en de keuze van de daarbij behorende leermaterialen. Daarnaast is uiteraard dan ook nodig dat er een technische infrastructuur is waarbij docenten en studenten vanuit één plek die al die leermaterialen kunnen bereiken en gebruiken. Om die visie mede te realiseren, is het belangrijk dat instellingen zich gaan verenigen. Dat kunnen ze doen door de leermaterialen niet te laten aanschaffen door studenten, maar door de leermaterialen zelf als instelling aan te schaffen. Daarmee kunnen ze gezamenlijk tot afspraken komen over de voorwaarden van de levering van die leermaterialen met uitgeverijen en kunnen ze ook tot afspraken komen over de data, de gebruiksdata, die bij het gebruik van die leermaterialen ontstaat op de platformen van die commerciële uitgevers. Om deze visie te realiseren zijn er een paar bouwstenen gedefinieerd, maar voor ons heeft de hoogste prioriteit daarbij dat landelijke afsprakenstelsel en die technische infrastructuur gerealiseerd wordt, dat beide instellingen de ondersteuningsstructuur geborgd wordt, waarbij dan ook aandacht gaat ontstaan voor de borging van de kwaliteit van met name open leermaterialen. En tenslotte dat ook meer ingezet wordt door instellingen op die open leermaterialen, zodat daar mede ook een alternatief voor commerciële leermaterialen kan ontstaan. Robert, dankjewel. Dan gaan we nu over naar de Mentimeter en daar kunt u reageren op twee vragen die we hebben voorbereid. www.menti.com en dan de code 1809888. En dan gaan we eerst over, als het goed is bent u al ingelogd, naar de vraag. De eerste vraag. Zoals gezegd, wij vertegenwoordigen hier verschillende functies, maar we willen ook graag van u weten welke functie u vertegenwoordigt. Dus wat is uw functie binnen of buiten een onderwijsinstelling? En dan kunnen we kiezen tussen docent, misschien onderwijsadviseur, beleidsmedewerker, misschien werkt u bij de bibliotheek, IT-adviseur, uitgeverij of uitgever of wellicht iets anders. Oké, hier zien we de reactie. Veel onderwijsadviseurs aanwezig, twee docenten,
Nou, bibliotheekmedewerker en IT-specialist zijn in verhouding allebei 5. 3 beleidsmedewerkers. Misschien komen er nog meer reacties. Nou, mooi verdeeld. Relatief weinig docenten zie ik. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dat is een stelling waar wij vragen u op te reageren. En dat is de stelling... het hergebruik, hè, als het om open gaat, dan gaat het over het gebruik van andermans leermaterialen dan je eigen materiaal. Elkaars leermateriaal gebruiken, docenten gebruiken liever elkaars tandenborstel. Bent u het daarmee eens of bent u daar het niet mee eens? Dat is de vraag. We wachten even op de uitslag. Ik ben benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. En wij zullen daar volgende zo meteen ook op reageren. Dus doe vooral mee. Even kijken of er al reacties binnenkomen. Ik zie nog niks. Ik neem aan dat u wel meedoet. Anders log alsnog in op menti.com en de code 1809888. Ja, daar komt het aan. Nee, nog niet. Nou. Ja, we gaan helaas door, maar wij kunnen wel alvast reageren op deze stelling. Peter, mag ik jou uitnodigen om te reageren op de toekomstvisie en op de stelling zoals net gesteld? Ja, nou, een leuke stelling. Ik hoorde hem 3 jaar geleden inmiddels op een grote onderwijsconferentie in Berlijn. Zei iemand dat? Docenten gebruiken liever elkaar tandenborstel dan elkaars lesmateriaal. Nou, dat vond ik op zich wel heel prikkelend en ik denk dat het ook wel waar is. We kunnen natuurlijk eigenlijk al 20 jaar via internet materiaal uitwisselen. En ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar eigenlijk gebeurt het nog lang niet zoveel als dat zou kunnen. Als dat misschien zou moeten, maar daar hebben we het over vanmiddag. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat moet veranderen, maar laten we dan vooral eens kijken, hoe komt dat dan? Wat zit daar dan achter dat docenten blijkbaar toch wat huiverig zijn in het zelf delen en het hergebruiken van materiaal van anderen? Wat de toekomstvisie betreft, ik ben heel blij dat de docenten en studenten in ieder geval centraal staan. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als het dan gaat over institutioneel, dan moeten we wel zorgen dat die docenten en studenten ook werkelijk centraal blijven staan en dat het geen aanbodgericht verhaal gaat worden. Ja. Dankjewel, Peter. Hilde, mag ik jou uitnodigen om te reageren op de toekomstvisie? Jazeker. Ik ben heel blij dat we met een hele diverse groep hebben kunnen werken aan een toekomstvisie digitale leermaterialen. Omdat het ook vooral belangrijk is om dit onderwerp ook echt een slag vooruit te helpen. Op dit moment zie je nog allerlei verschillende soorten leermaterialen die gebruikt worden. En we laten het nu aan docenten over om daar hun eigen combinatie van te maken. Dat is heel goed, maar dat is wel verschrikkelijk veel werk. Dus waar ik denk dat we naar moeten kijken is hoe we dat werk makkelijker kunnen maken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat docenten vrij kunnen gebruiken, gebruik kunnen maken van heel diverse soorten leermateriaal en daarmee ook het onderwijs aantrekkelijk en interactief kunnen aanbieden. En ook studenten daarmee ook de nieuwste vormen van leermaterialen kunnen bieden. Dus dat betekent niet alleen open en elkaars leermaterialen leren gebruiken. Liever je leermaterialen dan je tandenborstel, eerlijk gezegd. Dus wat dat betreft moet dat kunnen. En dan ook in combinatie met verschillende soorten commercieel materiaal. Want ook met de uitgevers samen willen we kijken wat er mogelijk is. Ja, nou, mooie uitdaging staat ons tegemoet. En Vincent, vanuit Groningen, zou jij willen reageren op de stelling en op de toekomstvisie? Jazeker. En om al een beetje aan te sluiten bij wat Peter zei. Het is al heel lang mogelijk om leermaterialen te delen. Je moet je natuurlijk wel afvragen, ja, waarom willen of doen docenten dat dan niet? En wat ligt daar aan ten grondslag? Ik weet niet of ze daadwerkelijk elkaar een tandenborstel zo graag zouden willen delen. Maar ik denk wel dat wat erin meespeelt is dat heel veel docenten of niet goed weten hoe ze dit soort leermaterialen het beste kunnen uitwisselen. Wat de kwaliteit is van leermaterialen van anderen en hoe ze dat moeten toetsen. Soms ontbreekt het ook aan een gevoel van vertrouwen en zelfvertrouwen in het verder kijken dan wat binnen de vakgroep al jaren gedaan wordt, op dezelfde manier, wat vertrouwd voelt.
Daar kunnen we een hoop in doen. En als je dan naar de toekomstvisie kijkt, denk ik dat het heel belangrijk is om, om echt goede infrastructuur op te zetten. Docenten de mogelijkheden bieden om te delen, maar zoals we al aangaven, dat is niet genoeg. Het is goed om het te hebben. Docenten moeten het op die manier kunnen doen. Maar je moet ze ook ondersteunen in hun eigen professionalisering. Dus hoe ga ik dan om met zo'n keuze aan leermaterialen? Hoe onderscheid ik het goede van het minder goede? En het moet ook ondersteund worden vanuit een goede gedragen visie vanuit de instelling. En waardering en erkenning voor docenten die ook echt op die manier aan het werk willen. En als je al die elementen bij elkaar pakt, dan kun je succesvol binnen een instelling, in mijn ogen, open en gedeelde leermaterialen als misschien wel als nieuwe norm ontwikkelen in plaats van het altijd terugpakken op wat je al kent. Ja, dankjewel Vincent. Peter, ik vraag me steeds af, waarom vindt een docent het nou zo moeilijk om materialen van andere docenten te gebruiken en niet de materialen die van een uitgever komen? Waar zit het verschil? Dat is wel grappig, hè? Ik ben zelf dan docent en we hebben er eigenlijk allemaal geen moeite mee om te zeggen, nou, we gebruiken de methode die een uitgever bedacht heeft en daar gaan we op door. Maar zodra een collega zegt, ik heb een reeks lesmateriaal met PowerPoints, opdrachten, dan zijn we ineens al een stuk kritischer of we dat wel willen gebruiken. En wat ik dan vaak hoor bij collega's is van, ja, ik vertel liever mijn eigen verhaal. Ja, of ik weet niet of het goed is. Ja, want er zit geen kwaliteitsstempel op, vermeend kwaliteitsstempel van een uitgever. En dat is dan toch vaak het idee van, ja, het is net een wat andere insteek. Of ik weet niet of het goed genoeg is om dit te gaan gebruiken. En dan hebben we toch de neiging als docent om daar dan weer ons eigen verhaal van te gaan maken. Dus zeggen, ja, dat ombouwen van iets bestaans, ja, dat is dan eigenlijk net zoveel werk als dat ik het zelf ga doen. En dat is denk ik niet altijd terecht. Dat is denk ik ook een mindset. Maar je moet dus inderdaad, wat Vincent zegt, de docenten daar wel in begeleiden en ook zoveel mogelijk ondersteunen. Want als een collega het nog rechtstreeks aandraagt, nou, dan wordt het nog in de schoot geworpen. Hmm. Maar als je tegen docenten zegt, ga eens op zoek of er niet iets al bestaat wat je zou kunnen hergebruiken. Ja, dan wordt het voor docenten alweer een extra stap moeite te doen. En dan zeggen ze, ja, ben ik een dag aan het zoeken. En uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ik het beter zelf had kunnen maken in die dag. Ja, dat is zonde van de tijd. Ja. Dus begeleiding en ondersteuning is daar heel belangrijk. Ja, ja, ik denk bijvoorbeeld dat een bibliotheek ontzettend goed kan faciliteren in het vinden van open leermateriaal. Ja. En Hilde, jij hebt het over samenwerking met commerciële leveranciers. Om ja, ook vanuit de onderwijsinstelling tot een mooi aanbod te komen voor de docenten en de studenten. Hoe zou zo'n samenwerking eruit kunnen zien? Nou, het eerste is al dat het vrij opmerkelijk is dat zo'n samenwerking dus nog niet bestaat. Dat is dus iets nieuws en daar moeten we actiever mee aan de gang. Het is vaak nu zo dat we kijken vanuit een bibliotheek, hebben we natuurlijk gewoon nog de papieren exemplaren van studieboeken in huis. En daarnaast kopen we ook steeds meer online lesmateriaal. En dat kan als instelling, als bibliotheek bij een instelling, veel beter dan dat we dat overlaten aan iedere student afzonderlijk. En dan kunnen we ook afspraken gaan maken met uitgevers om te kijken of we hen, met hen samen een gezamenlijk platform kunnen maken. Waarin niet alleen volledige boeken gekocht kunnen worden, maar ook onderdelen daarvan. En dat er flexibeler gebruik gemaakt kan worden met wat aangeboden wordt. En ook een mooie combinatie mogelijk wordt met open materiaal. En ik denk ook dat dan het voor docenten ook aantrekkelijker wordt om daaraan deel te nemen. Als ze de mogelijkheid hebben om in een goede omgeving te kunnen kiezen uit verschillende onderdelen van wat voor hun vak belangrijk is. En ook actuele onderdelen daaraan toe kunnen voegen. En inderdaad interactie, feedback, allerlei andere functionaliteit kan je daar aan toevoegen. Dan zou het natuurlijk wel mooi uitzien. En het is eigenlijk vreemd dat we dat nog niet hebben. Dus ik denk dat we daar snel mee aan de slag moeten. Ja, absoluut. En ook in samenwerking met. Ik kan me voorstellen dat een landelijke samenwerking daarin heel belangrijk is. En ook een multidisciplinaire samenwerking binnen de instelling is daarmee onontbeerlijk. En daar zou ik even nu gebruik van willen maken van de verschillende perspectieven die er nu zijn aangeschoven. Vincent, zou jij er iets over kunnen zeggen over de verschillende rolverdeling tussen de docent, de bibliotheek en de onderwijsadviseur daarin? En dan nadruk op de onderwijsadviseur vanuit jouw perspectief. Ja, zeker. Ja, kijk.
Ik denk, zoals ik al eerder zei, het alleen maar aanbieden van is voor een docent niet genoeg. Dus je zult een docent daarin moeten ondersteunen. En als onderwijsadviseur kijk je dan als eerste naar, wat voor onderwijs geef je eigenlijk? Wat voor cursussen zijn dat? Wat zijn de leerdoelen van die cursussen? En hoe selecteer jij op dit moment dan het materiaal daarbij wat je gebruikt? Of is er misschien wel een wens om eens wat verder te kunnen kijken? Wil je dat je studenten misschien op een bepaalde manier in materialen kunnen zoeken? Of van verschillende materialen gebruik mogen maken? Dat is de rol van de onderwijsadviseur. Die kijkt met de docent mee en helpt de docent in dat denkproces. Daarnaast is natuurlijk ook vanuit de bibliotheken de ondersteuning heel belangrijk, zowel in de facilitering, maar ook soms om mee te denken over wat kan en wat mag en hoe mag je materialen delen. Binnen onze instelling doen we dat bijvoorbeeld met een social annotation tool Perusal, waarbij de bibliotheek ook altijd ons ondersteunt in het kijken naar wat mogen wij met onze licenties wel en niet met materiaal, zodat we ook zeker weten dat docenten niet achteraf gedoe krijgen om een onderwijskundige keuze die ze hebben gemaakt. Dat is allemaal heel belangrijk en je wilt ook graag dat, zoals ik al eerder zei, dat dergelijke leermaterialen en tools ook gesteund worden door de instelling. Dat een docent daar niet heel veel moeite voor hoeft te doen. Dat het gewoon beschikbaar is en goed functioneert. En dat betekent dus dat er vanuit verschillende hoeken in een instelling die ondersteuning voor elkaar moet zijn en op elkaar afgestemd. Dat is heel erg belangrijk. Dat niet de docent steeds zelf op zoek moet naar de juiste mensen. Steeds een net iets ander verhaal krijgt te horen. Want dan geef je op een gegeven moment de moed op als dat te vaak gebeurt. Dankjewel. En in de toekomstvisie van, zoals verteld door Robert, wordt gezegd dat vooral voor open ook kwaliteitsborging centraal moet zijn. Dat er heel belangrijk in is. En Peter, ik wil even bij jou terugkomen, want ik hoor Vincent zeggen dat de leerdoelen centraal moeten staan. Als het gaat om samenwerking rondom creatie van leermaterialen. Hoe zou dat moeten werken? Ja, dat is wel een goed punt. Terecht wat Vincent zegt, hè, leerdoelen zijn uitgangspunt. Maar op het moment dat je volgens de visie zegt, nou, we gaan met vakgroepen bijvoorbeeld over instituten heen met elkaar aan de slag om leermateriaal te ontwikkelen. Dan moet je dus wel om te beginnen met elkaar eens worden over die leerdoelen. En wij werken allemaal wel met landelijke profielen, maar dat ene profiel is wat ruimer dan het andere. En je ziet dat hogescholen zich heel graag willen onderscheiden en zeggen, ja, maar als je bij ons die opleiding komt doen, dan ligt de accent meer op dit, vanuit onze onderwijsvisie, vanuit ons profiel. En andere, hey, maar bij ons is het meer internationaal en bij ons is het meer ICT, bij de opleiding X of Y. Ja, en dan moet je dan wel een beetje kunnen loslaten en zeggen, oké, wat bindt ons? He, wat is gemeenschappelijk en waar kunnen we dus materiaal voor ontwikkelen? En ik denk dat je dan heel ver kunt komen met elkaar. Maar we moeten af en toe wel een beetje over onze eigen schaduw en onze eigen stokpaadjes misschien wel heen springen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Is nog steeds mogelijk om via de chat vragen te stellen. Er komen heel veel vragen binnen. Waaronder zag ik, Hilde, een vraag van Mirjam Westerlaker. Hoe ondersteun je docenten bij het gebruik van open leermaterialen goed? Hilde, zou jij daarop kunnen reageren? Ja, je hebt natuurlijk eerst het zoeken naar open leermaterialen. Gelukkig wordt daar steeds meer voor ontwikkeld, zoals ook vanuit SURF EduSources daarvoor ingezet gaat worden. En we hebben wereldwijd heel veel verzamelingen van open leermaterialen. En in principe zou je bij de bibliotheek terecht moeten kunnen om daarin ook te zoeken. Want bibliothecarissen weten hoe ze moeten zoeken en vinden. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ook de bibliotheek dat ook nog wel moet leren als het gaat om open leermaterialen. Want dan moet je ook nog wel zoeken op een andere manier. Plus je moet ook heel bewust van zijn dat je juist ook de meerwaarde van open en het diverse materiaal wilt kunnen gebruiken. Dus ook het zoeken in kennisclips, in video, dat zou mooi zijn als we dat ook beter geautomatiseerd kunnen doen. Dus daar valt ook nog wel wat te winnen. Maar in ieder geval, als je begint bij zoeken, dan is het al een eerste stap. En dan kijken wat mag je wel en niet hergebruiken. Nou, dan kom je natuurlijk snel op het gebied van de auteursrechten. En dan kunnen we al kijken wat er mogelijk is. Er kan vaak veel meer dan je zelf zou denken, als je er maar bewust van bent. En als je kijkt van welke licentie zit hierop,
Wat hebben we zelf in huis? Waar hebben we nu? Wat kan ik er wel mee, zelf nog mee doen? Dus dat zijn allemaal stappen waar je hulp bij kunt krijgen. En die het eigenlijk minder ingewikkeld maken dan dat je in eerste instantie zou denken. Dankjewel. Vincent, wat kan jij toevoegen vanuit jouw perspectief als onderwijs innovatieadviseur? Wat voor steun kan jij bieden? Kijk, wat ik al eerder noemde, wat in elk geval heel belangrijk is in de begeleiding van die docenten, is dat ze zich ook geprofessionaliseerd voelen door de instelling en daarin ondersteund. Want hoe weet je nou, het is heel makkelijk iets aan te bieden en je erbij te richten op het groepje docenten, wat altijd een beetje zo'n early innovator is. Hè? We kennen allemaal die modellen wel. Dat zijn de docenten die vaak vanuit zichzelf al wat meer op ontdekking gaan, vaak ook al wat meer ervaring hebben, wat meer durven, dat klinkt wat neerbuigend dan de andere groep doet, zo bedoel ik dat niet, maar wat makkelijker die weg in slaan. Maar op een gegeven moment, als je wilt dat het in een instelling een grotere rol gaat spelen en dat van al die mogelijkheden die je biedt ook gebruik gaat gemaakt gaat worden, dan zul je die grotere groep docenten die daarachter zitten, zul je ook moeten aanspreken. Maar die hebben best wat hulp nodig en zullen zich niet altijd even competent voelen om op die manier te werken. Zullen misschien ook niet in een directe werkomgeving zitten, in een vakgroep, waarin dat heel erg wordt uitgedragen en waar mensen er enthousiast over zijn. Dus het kan ook zijn dat je misschien zelf nog wat nieuwsgierig bent, maar wat collega's hebt die daar toch wat van zeggen van, nou, zou je dat nou wat doen? En we gebruiken al jaren dit en dat in principe werkt het wel goed. Dat vraagt echt een grote verandering. Dus betekent het ook dat je docenten, wanneer ze professionaliseert, je hebt bijvoorbeeld in een SKO of in een BKO, aan de universiteit opleidt, dat het werken met gedeelde leermaterialen, open leermaterialen, er eigenlijk ook onderdeel van zou moeten zijn, zodat je al heel vroeg in aanraking komt met die mogelijkheid en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Dan maak je het echt een geïntegreerd onderdeel van je instellingsvisie. En zullen docenten ook sneller geneigd zijn om te denken, laat ik daar ook eens naar gaan kijken. Stijn Bos vraagt zich af, Peter, moeten we niet gewoon open uitgeverijen beginnen? Wat vind jij? Ja, dat klinkt heel mooi. Dat roep ik ook al jaren wat dat betreft. Maar ik heb ook wel geleerd dat kwaliteit heeft ook zijn prijs. Hè? Dat zie je natuurlijk ook met open access wetenschappelijk materiaal. Ben ik ook erg voor dat vakgroepen gewoon zelf hun wetenschappelijke publicaties open access publiceren. En ja, daar zijn ook best wel kwaliteitsslagen in. Maar je ziet dat ook gewoon de commerciële uitgeverijen ook die weg inslaan. Omdat ze zien, nou, er is behoefte aan, maar dan gaan we toch wel met een commercieel jasje doen. Ja, wat je daar verder ook van vindt, maar dat is wel wat er gebeurt. En ik heb ook wel gezien dat echt goede onderwijscontent die echt innovatief is, ja, dat mag wat mij betreft ook nog wel wat kosten. Als het maar ook echt aansluit bij wat we nu willen. En ik heb te vaak als docent het idee dat er dingen bedacht worden buiten ons om. Dus dat gesprek met die docenten, wat wil je dan echt, hoe kun je daarin helpen? Dat is belangrijk, een uitgever die ook meedenkt met docenten. Oké, hier hebben we een digitale methode en wij denken met je mee hoe je dat het beste zou kunnen implementeren, samen met mensen als Vincent. Mag ik daar direct op reageren? Want zelfs als het wat mag kosten, kan het nog steeds open. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. We moeten commercieel niet tegenover openzetten. Want de vormgeving is inderdaad in onderwijs heel belangrijk. Op de juiste manier vormgegeven, goed didactisch onderwijsmateriaal. Maar als de instelling daar nu voor betaalt, wat is er mis met het financieren van goed onderwijs? Als de instelling, of we betalen daar gezamenlijk voor, dan kan er mooi en goed onderwijsmateriaal ontwikkeld worden, wat ook breed gedeeld kan worden. En niet alleen binnen Nederland, maar wereldwijd. Want hier kunnen we heel veel mensen mee helpen als er mooi, goed onderwijsmateriaal online staat. Ja. En Hilde, welke rol zie jij voor landelijke organisaties zoals SURF of misschien het ministerie van OCW? Welke rol zie je daarvoor weggelegd? Ja, het is natuurlijk wel een proces waar we met z'n allen gezamenlijk in moeten optrekken. Dus de druk van bovenaf gaat niet werken. Ik bedoel, financiën van bovenaf trouwens wel hoor. Mm-hmm. Dus dat is altijd goed. Maar we moeten hier wel met gezamenlijk stappen in kunnen zetten. Maar die samenwerking is er al. Hè? We werken samen in SURF. We werken samen als bibliotheken bij de aankoop van het wetenschappelijk materiaal voor onderzoek. Dus daar kunnen we ook samen in werken om te kijken wat we aanschaffen op het gebied van onderwijs. Dus op die manier kunnen we kijken wat er mogelijk is.
En dat inderdaad, die gezamenlijkheid is daarbij het belangrijkste aspect, denk ik. Ja, dat lijkt me... Gezamenlijkheid, ik ben voor, hè? Maar laten we opletten dat het geen stroperigheid wordt. Want dat is natuurlijk wat je als docent... De autonomie van de docent is een groot goed. En ondersteuning en laagdrempeligheid op het gebied van leermateriaal voor docent is geweldig. Maar als ik nu hoor partij die over instituten heen, dan denk je als docent ook al snel, ja, ik vind het al vervelend dat ik een half jaar van tevoren mijn boekenlijst moet inleveren. Moet ik dan straks 3 jaar van tevoren gaan inleveren welke digitaal leermateriaal ik misschien wil gaan gebruiken? Want dan kunnen de contractonderhandelingen gestart worden. Nou, ik denk dat we daar heel erg voor moeten opletten. Ja, goed aandachtspunt daarin. Mag ik jullie vragen of jullie nog een laatste takeaway hebben voor het publiek? Het gesprek hierover is nog niet, eindigt niet met deze paneldiscussie. We gaan binnen SURF, binnen het versnellingsplan, echt nog verder de komende jaren op dit onderwerp. Maar voor nu, wat is jullie takeaway? Hilde, mag ik jou uitnodigen? Nou ja, vooral nu. Dit is het moment. Als we ergens een moment hadden om dit goed aan te pakken, dan is het nu wel. We kijken heel erg naar de vormgeving van online onderwijs. We zijn veel bezig met techniek, maar we moeten niet vergeten dat juist belangrijk, de goede online content hier ook een heel belangrijk onderdeel bij is. Dus dit is wel het moment om die samenwerking op te starten. Ja. Peter? Ja, ik hoor heel veel over ondersteunen van docenten, hè, door de bibliotheek, door onderwijsadviseurs. Nou, geweldig. Laten we niet vergeten dat we dus die docenten hier dus ook bij moeten betrekken. Het moet geen project over docenten heen worden, maar lieve ondersteuners, we zijn jullie heel dankbaar, maar betrek ons er vanaf dag 1 bij. Ja, dank u wel. En Peter, jou, of Vincent, mag ik jou uitnodigen om de laatste takeaway uit te spreken? Ja, zeker. Ik sluit eigenlijk ook wel bij beide aan. Er is een bekende telefoonmaatschappij die altijd zegt niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ik zou dat een beetje willen veranderen in het moet niet, maar het moet wel kunnen. En op een goede manier kunnen. Je kunt docenten niet dwingen om het te doen. Maar zorg wel dat als ze het willen, dat ze het ook goed kunnen op alle fronten. En een van de dingen die daar ook heel belangrijk bij is dat er, je vroeg nog van, goh, wat kunnen we op landelijk niveau ook doen? Wanneer je naar visieontwikkeling kijkt, dat kun je op allerlei niveaus doen. Maar op welk niveau je het ook doet, betrek daar docenten zoveel en zo snel mogelijk bij als je kunt. En vraag ze, waar heb je behoefte aan voordat we iets gaan maken? Belangrijke. En ook de student, laten we die niet vergeten. Dan wil ik nu over naar de afronding van deze sessie. Zoals ik al zei, het gesprek gaat de komende jaren verder binnen SURF, binnen het versnellingsplan, binnen de koepels, binnen het ministerie. De minister had ook al een aantal mooie pointers in haar gesprek vanochtend of vanmiddag bij de opening. Ik wilde u nog wijzen op 2 sites. Dat is, die komen nu in beeld op SURF.nl onder het thema digitaal leermateriaal en de versnellingsplan zone digitale leermaterialen. Ga naar deze URL's voor meer informatie. En ik wil u graag wijzen, het is al genoemd, infrastructuur is één van de componenten waarin SURF een steentje bijdraagt. Wij lanceren in januari het platform EduSources, waar alle materialen open en in de toekomst ook copyright protected, is de bedoeling, te vinden zijn. Dat is edusources.nl. Dus vanaf januari is dat beschikbaar en ik neem alvast een kijkje naar meer informatie op deze website. Dan wil ik u voor nu hartelijk danken. Nog veel plezier tijdens de onderwijsdagen. Er komt een korte pauze, daarna is er weer een plenaire sessie. Blijf vooral kijken en tot ziens. Wil jij een boost geven aan open leermaterialen binnen je instelling? En wil je docenten echt aan de slag laten gaan? En ons ondersteuners begeleiden met drempels verlagen? Met ons stappenplan organiseer je een online workshop waarin docenten hun onderwijs herontwerpen met leermaterialen van anderen. En laat je docenten en ondersteuners ervaren wat het is. Zone naar digitale open leermaterialen. Ik ben Lieke Rensink en ik ben verbinder bij de Zone naar digitale open leermaterialen. Voor wie is het project? Werken met open leermaterialen is een mooi streven. Het gebruik in de praktijk is echter vaak lastig.
Docenten weten niet waar ze moeten beginnen en de organisatie van een onderwijsinstelling is er niet op ingericht. Met het stappenplan ga je juist daarop in. Dan pak je die dingen aan in de instelling. Docenten ervaren hoe ze het kunnen inzetten en wat de meerwaarde is. En ondersteuners bied je handvatten om de organisatie op te pakken. Waar bestaat de workshop uit? Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben we het stappenplan ontwikkeld. En daar is de workshop ook al succesvol gegeven. Daarnaast hebben we een train-the-trainer-sessie waarmee we instellingen begeleiden de workshop te geven. Er ligt nu echt een basisset aan materialen en al die instellingen kunnen daar zelf mee aan de slag. En zo bouwen we samen aan een collectie van materialen waar de hele wereld gebruik van kan maken. Kan ik ermee aan de slag? Organiseer ook zelf een workshop aan de hand van ons stappenplan. Help docenten en ondersteuners en laat ze ervaring opdoen met open leermaterialen. Zo kunnen ondersteuners plannen maken voor de instelling en kunnen docenten hun onderwijs verrijken, bied je inhoudelijke en didactische inspiratie en wie weet besparen ze in de toekomst heel veel tijd. EduSources is een zoekportaal waar docenten en studenten gedeelde leermaterialen kunnen vinden. Waarom zou je als docent aan de slag gaan met open leermaterialen? Daarvoor zijn een aantal redenen. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en het gezamenlijk werken aan mooie collecties. Docenten en studenten kunnen leermaterialen vinden met EduSources, een door SURF ontwikkeld zoekportaal speciaal voor het zoeken en vinden van leermaterialen. Met filters is het eenvoudig om het gewenste materiaal naar boven te halen. Gebruikers die inloggen zien ook resultaten die anderen niet zien, bijvoorbeeld materialen die binnen een onderwijsinstelling of een specifieke community gedeeld zijn. Gevonden materiaal kan gemakkelijk gedownload worden, zodat het vervolgens gebruikt kan worden in het eigen onderwijs. EduSources biedt ook een thuis aan vakcommunities, groepen docenten en ondersteuners die samenwerken aan het ontwikkelen, verbeteren en delen van leermaterialen. De communities etaleren hun materialen in gecureerde collecties. Zo is het voor docenten en studenten makkelijk om te browsen door materialen in een bepaald vakgebied. De leermaterialen zelf sla je op in de repository. Daarin is het voor docenten gemakkelijk om hun materialen te uploaden. Voor communities is het mogelijk om het invoerformulier aan te passen zodat het perfect aansluit bij de informatiebehoeften. Ook is het mogelijk om als groep je eigen vakvocabulaire te integreren, om het materiaal op het zoekportaal onder deze termen vindbaar te maken. De repository kun je zo inrichten dat na invoer door de docent een ondersteuner een check kan doen op metadata en copyright licenties. Wil je meer weten over het publiceren van leermaterialen via EduSources? Ga dan naar edusources.nl of neem contact met ons op. Noordhof introduceert een nieuw innovatief leerproduct, StudieMeister. Waar je ook bent, met StudieMeister vind je al het studiemateriaal op één plek en studeert een student op ieder gewenst moment. Met deze slimme online leertool helpen we studenten om efficiënter te studeren en docenten gerichter les te geven. Klinkt goed toch? We leggen je graag uit hoe dat werkt. StudieMeister is een online lesprogramma, samengesteld door een docent. Dat betekent dat een student zeker weet dat hij precies leert wat nodig is om zijn studiepunten te halen. Bovendien betaalt een student alleen voor de hoofdstukken die worden gebruikt. Zo betaalt een student nooit te veel. Oké, handig. Hoe werkt dat? Vraag een account aan via de site. Als docent zet je een cursus klaar voor je klas. Daarna stuur je je studenten een unieke cursuscode. Deze code heeft een student nodig om toegang te krijgen tot het vak en de klas. Zodra een student toegang heeft tot de cursus, weet je zeker dat hij niks meer mist. Het enige wat een student hoeft te doen is de slides door te nemen, gevolgd door een oefentoets. De uitkomst daarvan maakt direct duidelijk waaraan een student nog tijd moet besteden. Kent een student het al voldoende? Dan kan hij zich gaan richten op de onderdelen die nog niet goed gaan. Dat is lekker efficiënt studeren. Ook handig, jij als docent monitort de voortgang van de groep en kan zien welke onderwerpen goed en minder goed gaan. Deze informatie geeft jou als docent input om de les zo effectief mogelijk in te richten.
Ook werken met StudieMeister of meer weten? Ga naar www.studiemeister.nl/docenten en vraag direct een gratis proefaccount aan. StudieMeister. Gericht lesgeven aan geactiveerde studenten.